is 100% waar dat vele bedrijven in de binnenstad hun deuren sluiten voor tal van redenen. Natuurlijk, de financiële crisis heeft natuurlijk veel daaraan, veel was ook een oorzaak daarvan. Maar wij zien ook dat er een, vanwege de achteruitgang, de criminaliteit in de binnenstad, allerlei zaken die minder vriendelijk zijn, dat de klanten gewoon besluiten om elders hun inkopen te doen. En vandaar dat wij de binnenstad weer zijn plekje willen geven, zodat de klant een keuze heeft, of de bezoeker een keuze heeft, waar zij hun gelden willen besteden en waar ze hun tijd willen doorbrengen. Moet ook weer bij vertellen dat de minister met zijn hele entourage is gekomen. Dus alle werkarmen van OWI waren er en dat maakte het zeer plezierig. En met betrekking tot het parkeren, is er al op de website van het ministerie van OWI, is er een mogelijkheid voor een particuliere sector om met een parkeermodel te komen. Natuurlijk moet dat opgelost worden. Wij vragen voor het particulier initiatief. We kunnen particulier investeren in parkeermeters of zoals het nu gedaan wordt via je smartphone je parkeer betalen. Maar hetzelfde als voor de toiletten, die moet er wel vanuit een instantie moet er wel opgetreden worden indien mensen gewoon op wil parkeren of wil plassen. Want als je er niet opgetreden wordt, dan gaan de parkeerplekken leeg staan, dan gaan de parkeermeters leeg staan, dan gaan de toiletten leeg staan en iedereen plast tegen de muren van de toiletten. Dus dat is die samenwerking die we nu hebben besproken en die belangrijk is. Als er een investering wordt gedaan door de private sector in parkeren, en dat zal het model zijn van prime parking tot secundair parking. Dus iemand die heel dichtbij zegt, iemand moet iets kopen in Kepalani. Hij wil voor de deur parkeren. Dan mag hij daar parkeren. Hij gaat duurder betalen. Maar als iemand gewoon aan de rand ergens wil parkeren en naar de binnenstad lopen, dan gaat dat natuurlijk goedkoper zijn. En bepaalde plekken zullen ook nog gratis zijn. Maar waar er vooral op gelet moet worden, is dat er in geval van wild parkeren, dat er opgetreden wordt. Want anders gaat men die investering niet doen. Ja. U ziet het aan de Wilhelminastraat tegenover On the Run, Rudy. Er staat een parkeerplaats daar. En overal eromheen, op elke stoep staan de auto's, maar geen vrouwtje staat binnen.